Ja, lieve vrienden, ik wens jullie als eerste een hele goede middag. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, ja. En ik zit in de rotzooi. Het is trouwens vandaag zaterdag, de 14e. En niet waar, ik lieg, dat het, ja, 14:16. Ah, en het is de 21ste. Ja, 21 april. Maar ik zit in de rotzooi. Mijn printer had het begeven. Ja, die staat nou hier. Ik heb mijn bureau met moeite en pijn naar voren weten te schuiven. Want hij behoort daarop te staan. Nou, en die benden zitten dus achter. Allemaal draden, kabels, snoeren, troep. En mijn kacheltje, ja, die behoort onder mijn bureau. Maar allemaal snoeren, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dat verberg ik toch straks weer, want dat gaat toch weer naar achter dat bureau. En hier staat mijn nieuwe printer. Ja, die heb ik eventjes aan me geschaft al vanochtend. En ik heb nieuwe lampjes voor de keuken aangeschaft vanochtend. Tenminste, dat heb ik net gedaan, die printer vanochtend al. Maar dat zijn nieuwe lampjes. Ik heb gelijk reserve gehad, die moeten in die spotjes daar. Dus ja, jullie begrijpen wel, ik ben back af. En ik ben nog lang niet klaar, want ik moet die nieuwe printer nog installeren. En er is voor mij keurig netjes in het Nederlands even opgeschreven wat ik doen moet. Dan hoef ik dat boekje niet te lezen, want dat is allemaal Engels. Ha! En ik en Engels, dat zijn twee dingen wat niet bij elkaar hoort. Nee. Daar ben ik niet zo ster in. Maar ik hoop dat ik er op deze manier het voor elkaar kan krijgen. En dat ik mijn gedicht voor morgen kan gaan uitprinten. Dus ja, ik heb nog heel erg druk. En ik kan me niet eens niet meer herinneren of ik vanochtend wel gevlogd heb. Zo druk heb ik het. Dus ja, daarom heb ik jullie nog maar weer. Ik heb weer jullie welkom gewenst. Of ik dat vanochtend al had gedaan, weet ik niet. Maar beter twee keer dan helemaal niet. Toch? Ja. Lieve vrienden, ik ga er gauw even tussen. Ik ga mijn koffie op drinken. Dan probeer ik nog even van te genieten. En dan zal ik het daar ook gelijk schoon gaan maken. Dan is dat ook maar gedaan. En ik ben trots op mijn hondje trouwens. Ja, die heb ik heel eventjes alleen gelaten. Zonder zijn kap op. En hij had niks gedaan. Ja, toen was ik hier in de stad. Vanochtend had hij wel op. Want toen moest ik veel verder weg. En ja, ik moest dat ding halen, ik moest nog naar de stad toe, door de stad. Lampjes kon ik nog niet halen, dan kun je wel zeggen waarom heb je die ook niet gelijk meegenomen. De buurman was vanochtend nog niet geweest om hem eruit te halen. En ik krijg ze er ook niet uit, dat gaat op een speciale manier. En ik krijg het even voor elkaar. Ik kan er ook niks aan doen, toch? Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van de dag. Het is prachtig mooi weer. Mijn hondje ligt nou daar bij de deuropening. Ligt hij lekker. Maar in ieder geval, dan zeg ik. Ik ga zo meteen door. Want het moet wel weer klaarkomen. Dat ik zou zeggen. Tot later.
Ja, lieve vriend, en er staat een doos dan. Ja, dat hij is leeg. Hij kent de zolder. Ja, en op de haren hierna. En dit is, wat is dat voor haar? Is niet van mijn hondje, nee. Dat is van Poesie en de nagels van Poesie. Dus ja, dat moet eigenlijk nog opgeruimd worden, maar ik ben kapot. Ik ben back af. Mijn bureau staat weer op zijn plek, keurig netjes. Van boven helemaal schoon. Ja, dat moet allemaal nog, maar dat komt morgen of zo wel weer. Maar hij staat, hij is geïnstalleerd en hij print. Ja, ik heb al wat uitgeprint. Maar dat krijgen jullie lekker niet te lezen nog. En ook niet te horen. Dit gaat morgen mee naar de kerk. En ik zal eventjes de dominee inschakelen dat het allemaal gelukt is. Eventjes even een. Ja, dat kan ik ook met mijn mobiel trouwens doen. Ik weet niet waar mijn mobiel ligt. Oh, daar. Onder mijn scherm. Even een pb'tje sturen naar hem. En desnoods ook een appje. Kan ook nog. Ik heb hem ook op mijn mobiel, twee, weet je het. Ja, dan weet je het tenminste. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet verder nog van de dag. Ja, het is nog steeds middag. Jullie zijn meegeweest. Enkel de GoPro, de batterij was op een gegeven moment leeg. Ik had wel een reservebatterij mee. En ik meen dat die vol was, maar helaas, die was niet vol. Dus die was ook leeg. Dat, ja, ik heb er de laatste stukje niet mee kunnen vloggen. Maar toen was ik, geloof ik, al hier in de stad. Ja, was ik al hier ergens, weet ik van waar. Ik weet niet meer waar. Toen was ik vanochtend weg. Ja, ik heb een hele drukke dag gehad vandaag. Heel erg druk. Ja. En dan maak je ook nog een afspraak met mensen via Facebook. Hier ook in Den Helder wonen. En wat denk je? Dan komen die afspraken niet aan. Ja, dat krijg je van mij te horen nog straks. Echt. Ik ben boos. Oh, zo boos. Maar ja, het doet er niet toe. Ik ga genieten van mijn koffie. En ik zal even medicijnen nemen. En dan kom ik straks alweer een keertje terug. Ja, toch? Graag genieten van mijn vrije tijd. Ja, ik zou zeggen tot later. Ja, en zo sluiten wij deze vlog weer gezamenlijk af. Alle diertjes zijn binnen. Hé, rode? Ja, mijn rode dakhuis. En meneertje Daro. En mijn juffrouw Daro. En die andere juffrouw die is net door die deur. Weggegaan richting boven. En ik heb een bakje koffie lekker staan. Ik heb er een plakje cake op. En ik maak het vandaag niet te laat, want ik wil morgen weer naar de kerk. Ja, en ik heb weer het licht aan, zie ik. Dus ja, ik kan hem weer niet naar mij toe richten. Nee. Hé, hey, rode. Hou je even op te rammelen? Nee, ja. Wie nee zeggen, Thijs. Ga je toe? Oh ja? En toen. Oeh. Gekkie. Dat lieve vrienden, ik draai er een eind aan voor vandaag van deze vlog. Want dan kan ik hem nog eventjes in de videopad zetten. Dat hij kan werken. En ja, dat, dan kan ik daarmee aan de gang. Dat komt wel goed. Dat ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Degenen die morgen naar de kerk toe gaan, een hele, hele fijne kerkdienst. En God zegen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.